Met veel moeite hebben gemeenten in Nederland veel opvangplekken weten te realiseren voor Oekraïense vluchtelingen. Maar er is volgens het kabinet nog veel meer nodig. SGP-Kamerlid Rudolf Bisschop vindt het echter te ver gaan om gemeenten te dwingen om vluchtelingen op te vangen. Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. De grens van wat gemeenten aankunnen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen komt in zicht. Op dit moment zijn er zo'n 44.000 plekken beschikbaar. Maar het kabinet wil dat dit doorgroeit naar 75.000. Het kabinet gaat daarom een nationale opvangorganisatie in het leven roepen die gemeenten gaat ondersteunen. In de studio Rudolf Bisschop, Tweede Kamerlid voor de SGP. Meneer Bisschop, van harte welkom. Goedenavond. Een nationale opvangorganisatie, wat zou die moeten doen? Ja, ik ben bang dat dat een beetje een bureaucratisch geheel wordt. Kijk, het kabinet grijpt de instroom van Oekraïense vluchtelingen aan om opeens zogenaamd heel daadkrachtig te reageren. Maar daar ligt het probleem helemaal niet. Het probleem, als je kijkt hoe Oekraïense vluchtelingen zijn opgevangen, het is echt hartverwarmend. Heel veel particulieren hebben huizen en harten opengezet. Er zijn in korte tijd iets van dik 40.000 opvangplaatsen, zowel door gemeenten als door particulieren gerealiseerd. En het kan best zijn dat het moet doorgroeien, maar de bereidheid om die mensen op te vangen is ongelooflijk groot. Ja, die is op dit moment ongelooflijk groot. En 44.000 plekken, dat is natuurlijk ook ongelooflijk veel. En er komen er waarschijnlijk nog bij. U zegt het kabinet probeert daadkrachtig te zijn. U zou ook kunnen zeggen van nou, het is wel goed dat ze daadkrachtig zijn. Want dat probleem is er nou eenmaal. Die Oekraïense vluchtelingen, die blijven komen. Precies. Die moeten opgevangen worden. Alleen de maatschappelijke bereidheid om die mensen op te vangen is heel groot. Het probleem zit hem bij heel veel andere asielzoekers. Ja. Die dus via andere kanalen binnenkomen. Gaat over hele andere aantallen. Dat gaat over hele andere aantallen. Dan heb je het over de instroom uiteindelijk van afgelopen jaar, zeg maar, iets van 100.000. 100.000, hè, dat is dus een complete stad. Ja. En die instroom die lijkt alleen nog maar toe te nemen. Ook in het kader van gezinshereniging. Het beleid ten aanzien van die asielzoekers, dat is rommelig. Kijk, als het beleid van de overheid is, als de instroom daalt, dan schalen we de immigratiedienst schalen we af. Ja, maar u zegt eigenlijk van nou, die opvang van die Oekraïners, dat zit wel goed, want mensen zijn bereid om die mensen op te vangen. Maar het is de andere opvang van asielzoekers uit andere landen, daar ligt het probleem. Ja, en het beoordelen of ze recht hebben op asiel. En zo niet, gewoon consequent uitzetten. Ja. En daar zit de grote bottleneck. Ja. Dat is de zwakke plek in het Nederlands asielbeleid. Het kabinet grijpt nu de instroom van Oekraïners aan om een noodwet in het leven te roepen. Ja. Wat houdt die noodwet in? Ja, dat gemeenten verplicht kunnen worden om mee te werken aan de opvang van asielzoekers. Alleen, als je dat koppelt aan asielzoekers, dan doe je gemeenten en dan doe je de samenleving geen recht. Zegt u eigenlijk dat er een onderscheid moet gemaakt worden tussen vluchtelingen uit Oekraïne en vluchtelingen uit andere landen? Nee, dat onderscheid dat wordt door de samenleving zelf gemaakt. En daar kun je het mee eens zijn of niet. Maar wat opvalt is dat veel andere vluchtelingen afkomstig uit andere landen, die worden maar mondjesmaat ontvangen. Laat staan dat die particulier worden opgevangen, terwijl de Oekraïners ruimhartig worden opgevangen. Ja, wat eigenlijk wel heel vreemd is, hè? Want oorlog is oorlog. Mensen die moeten vluchten voor oorlog, of ze nu uit Afghanistan komen of Oekraïne, die mogen toch niet anders behandeld worden? Het probleem is alleen dat bij de Oekraïners, wie melden zich daar? Overwegend vrouwen en kinderen. De mannen blijven achter, mogen soms ook niet eens mee. En bij de andere vluchtelingen, dan zie je heel vaak jonge kerels. Dan zie je dan loop je het risico dat mensen onder zitten die helemaal geen recht hebben op een vluchtelingstatus. Kijk, dat moet onderzocht worden, zegt u. Precies, ja. En daarvoor heb je de IND natuurlijk. Veel mensen die vegen als het ware alle migranten op één hoop. Maar er is natuurlijk een wezenlijk verschil tussen een vluchteling en een illegale migrant. Ja.
En het je is zegt aan dat de... onderscheid moet eigenlijk duidelijker gemaakt dat onderscheid... worden. En dat is een deel van de oplossing van het probleem. Absoluut. Ja. Als je daar scherp onderscheid in maakt en je hebt daar het beleid op gericht. Mm-hmm. En je gaat ook mensen die geen recht hebben op de status vluchteling, zorg je ervoor dat die teruggaan. Ja. Dan krijg je een totaal ander asielbeleid en dan krijg je een veel groter draagvlak in de samenleving. Ja, maar de realiteit op dit moment is, er komen veel vluchtelingen naar Nederland. Met name op dit moment uit Oekraïne. Die mensen die moeten opgevangen worden. En gemeenten zeggen, nou, wij zitten nu al aan onze tax. Maar hoe moet dat dan verder? Wat zijn de oplossingen die u aandraagt voor dit groeiende probleem eigenlijk? Vorige week hadden we een debat met de staatssecretaris over de opvang van de Oekraïnse vluchtelingen. De cijfers die hij aanreikte waren dat er iets van ruim 40.000 plaatsen waren gerealiseerd. Mm-hmm. Waarvan er op dat moment door de Oekraïnse vluchtelingen ruim 30.000 waren bezet. Mm-hmm. En daarnaast zijn er nog... etelijke duizenden bij particulieren. 15.000, ja. Ja, en dat betekent dus dat het aantal beschikbare plaatsen voor Oekraïnse vluchtelingen in ieder geval een week geleden ruim voldoende was. En als er meer Oekraïnse vluchtelingen moeten komen, zullen komen, en die kans is niet uitgesloten, dan kun je in plaats van te grijpen naar een instrument van dwang, kun je ook dat de samenleving voorleggen. Zeggen mensen, we hebben nog een 10.000, 20.000, 30.000 plaatsen nodig. Ja, maar is het wel eerlijk als sommige gemeenten zeggen van, nou, wij hoeven ze niet. En dan komt het eigenlijk weer op de schouders van die gemeentes die wel ruimhartig zijn in het opvangen van vluchtelingen. Alleen het probleem zit niet bij de Oekraïnse vluchtelingen. Mm. En daar wordt het aan gekoppeld. Dat wordt als een soort breekijzer gebruikt om nu tot een soort noodwet te komen die dwang mogelijk maakt. En daar bent u niet voor? Nee, ik vind dat je als overheid daar helder en duidelijk in moet zijn. Natuurlijk, gemeenten moeten naar RATO hun bijdrage leveren. Maar, dat is de ene kant van het verhaal, zorg dan eerst dat je als Rijksoverheid je asielbeleid op orde hebt. Op orde hebt u, en daar zit het grote knelpunt. Ja, we gaan naar het volgende onderwerp. Want vorige week maakte onderwijsminister Dennis Wiersma bekend dat basisschoolleraren voortaan evenveel gaan verdienen als hun collega's in het voortgezet onderwijs. Een mijlpaal waar veel leraren jarenlang voor gestreden hebben. En ik praat er verder over met Gert van der Ree van scholenkoepel De Drieslag. Meneer van der Ree, van harte welkom in de uitzending. Wat was uw eerste reactie toen u dit nieuws hoorde? Nou, het zat er al een hele tijd aan te komen en de cao-onderhandelingen liepen maar en ze waren er bijna uit en toch nog niet. Dus uiteindelijk had ik eerlijk gezegd als eerste reactie van hè, eindelijk. Het is zover. Ja, ja eindelijk. Wat betekent dit voor de leerkrachten van het basisonderwijs? Nou, het betekent voor iedereen die onder de cao onderwijs valt, de basisonderwijs valt, primair onderwijs, dat er een forse, daar best wel forse loonsverhoging komt. Mm-hmm. Waar hebben we het dan over? Hoeveel procent? Nou, tenminste 4%, maar het is voor de mensen waar de vergelijking met het VO gemaakt kan worden. Nou, dan heb je het over leerkrachten in het bijzonder. Is het echt wel nogal wat meer dan die 4%. En ook voor de directeuren en de adjunct-directeuren, want die moeten natuurlijk in verhouding dan ook meestijgen. Ja. Is dat verschil, is het gewoon een mooie loonsverhoging. Ja, zou je kunnen zeggen dat dit ook invloed gaat hebben indirect op de leerlingen? Ja, dat denk ik wel. Kijk, er is bewust gekozen voor een loonsverhoging om het gelijk te schakelen met het VO. Mm-hmm. Nou, heel eerlijk, ik ben de afgelopen jaren ook wel wat mensen kwijtgeraakt aan het voortgezet onderwijs die het prima naar hun zin hadden. Dus die blijven nu. En daarnaast is er ook een pakket met een pakket afgesloten waarin het over meer gaat dan alleen die loonsverhoging. Zoals goed onderwijs, goede professionals, de totale onderwijsmarkt en het tekort en hoe los je het op. En het optimaliseren van de bevoegdhedenstelsel. Dus er gebeurt wel iets meer dan alleen maar het verhogen van die salarissen. En ik denk dat dat een goede zaak is. Ja, nu hoopt het kabinet op deze manier ook het vak van leraar, basisschoolleraar, aantrekkelijker te maken. En zo de instroom te verhogen. Denkt u dat dat gaat werken? Nou, ik denk dat het een stukje helpt. Het is natuurlijk niet het enige. Hè? Je moet van die kinderen houden, je moet van dit vak houden. En dan kies je daarvoor. Mm. Maar het helpt wel. Want het moet niet een soort vrijwilligerswerk worden waar je alleen maar met passie en missie je ding doet. Mm-hmm. Je mag ook gewoon je brood erin verdienen. En in die zin ben ik blij dat deze loonsverhoging er nu gewoon doorheen is. Ja. En dat die gelijkschakeling met het VO zo goed als gerealiseerd gaat worden. Ja, nu waren er globaal gesproken in het onderwijs eigenlijk twee grote problemen. Ene was dat loon, dat lijkt nu dan opgelost te zijn in ieder geval. Andere probleem is de hoge werkdruk.
Wat zegt u daarover? Is die nu ook opgelost? Daar is het de afgelopen jaren wel iets aan gedaan, maar die blijft natuurlijk min of meer staan. Ik denk dat bestuurders en directeuren met elkaar daar ook naar moeten kijken van wat kunnen we daarin doen en wat kunnen we daar niet in doen. Maar vooral kijken naar mogelijkheden, wat je daarin kan betekenen. Er komt nu een enorme zak met geld mijn kant op als bestuurder en werkgever. Ja. Maar die zak met geld gaat er natuurlijk met dezelfde vaart weer uit, want die salarisschalen gaan omhoog. Dus we zullen gewoon moeten kijken hoe dat uitpakt. En de eerste berichten zijn dat de gelden die ik in 2022 via beschikkingen krijg, lager zullen zijn dan de uitgaven die ik moet gaan maken. Ja. Nou, dat wordt wel weer gecorrigeerd hoor. We kennen de overheid in die zin, dat gebeurt wel vaker zulke dingen. Dat komt wel voor elkaar. Maar aan die werkdruk gebeurt niet veel. Want het geld wat binnenkomt gaat eruit aan hogere salarissen. Fijn, maar het gaat er niet uit aan meer handen voor de klas. Ja, dus niet alle problemen zijn nog opgelost. Daar hebben we eenmalig NPO-gelden voor gekregen, maar die zijn eenmalig en die gaan op. En ik ben heel benieuwd hoe het er daarna uit gaat zien in structurele bekostiging. Ja, Gert van der Ree van de Drieslag, hartelijk dank voor uw toelichting. Meneer Bisschop, u heeft zelf voor de klas gestaan in het voortgezet onderwijs. Zeker. Hoe was het eigenlijk voor u om te weten dat u meer verdiende dan uw collega's in de basisscholen? Ja, daar heb ik me eerlijk gezegd nooit druk over gemaakt. Ik ben daar pas mij in gaan verdiepen toen ik in de politiek kwam en daar mee geconfronteerd werd. Dat was toen de situatie. En inderdaad, wat de heer Van der Ree zegt. Docenten die in het basisonderwijs begonnen, die deden daarnaast nog wel eens een studie voor het middelbare onderwijs. Ja. En stroomde dan door als vakdocent naar het voortgezet onderwijs. Ja, dus die uitstroom van basisonderwijs naar voortgezet, die herkent u wel? Ja, dat was een normale route, zou je kunnen zeggen. Ja, bent u blij met die loonsverhoging? Ik vind het ook terecht dat het gebeurd is. Kijk, in 2015 is het passend onderwijs van kracht geworden. En toen is verzuimd om daar financiële maatregelen bij te nemen in de zin van het pakket van basisschooldocenten werd complexer. Ja. En een salaris is eigenlijk gekoppeld aan de complexiteit van je verantwoordelijkheden, je bevoegdheden, je taken. En daar is geen financiële prikkel aan gekoppeld geweest? Toen niet, want we zaten in een bezuiniging en het kon allemaal niet enzovoorts. Maar ik vind dus met het toenemen van die complexere verantwoordelijkheden voor basisschooldocenten, vind ik het ook volkomen terecht dat er dus Daar hoort een loonsverhoging bij. Een salariscorrectie plaatsvindt. Ja. Ja, als we het hebben over geld, budgetten vanuit de overheid, dan is ook een belangrijk dossier de jeugdzorg. Want het kabinet heeft indertijd aangekondigd dat er een bezuiniging zou plaatsvinden in de jeugdzorg. Maar die gaat uiteindelijk niet door. Ja. Vanaf 2025 wil het kabinet de kosten, wilden ze eerst de kosten met 500 miljoen euro verminderen. Maar de gemeente en de Eerste Kamer die waren daar fel tegen. En er zijn hele grote problemen in de jeugdzorg. Hoe komt het dat het kabinet toch wilde bezuinigen hierop? Ja, misschien noemen ze dat een efficiency-slag. Zoiets zal het zijn. Zo werd het ook aangekondigd. En zo werd het aangekondigd. En op zichzelf, als je de verhalen vanuit jeugdzorg hoort. Ik heb er, moet ik eerlijk zeggen, daar geen gericht onderzoek naar gedaan. Maar dan slaat de schrik je af en toe om het hart. En dan kun je inderdaad je afvragen of jeugdzorg wel op de meest efficiënte manier georganiseerd is. Mm-hmm. Alleen als je dan begint met we gaan een half miljard korten. Ja, daar dien je de kinderen die jeugdzorg nodig hebben, die dien je daar niet mee. Ja, nee, want als we even gaan kijken naar cijfers van vandaag. 461.000 kinderen heeft een bepaalde vorm van jeugdzorg. En de gemeente Veenendaal, waar u woont, die staat erg hoog op de lijst. 1 op de 7 kinderen in Veenendaal, die heeft te maken met jeugdzorg. Dat zijn enorme hoge aantallen. Ja. Maar hoe kun je dan eigenlijk de zorg krijgen als jongeren, maar toch het betaalbaar houden? Ja, dat is de grote uitdaging natuurlijk. Kijk, ik weet van heel veel gemeenten die doen heel gericht zaken met goede instituten. Mm-hmm. Die ook waar voor hun geld leveren. Ja. Daarnaast heb je ook een aantal bedrijven waarvan je soms denkt van nou, of die werkelijk het denken vanuit het kind en denken vanuit de oplossing van het probleem van het kind
Dat vraag ik me af. Soms heb je de indruk dat een bedrijf vooral denkt vanuit het eigen rendement. Hoe kan daarop beoordeeld worden? Bent u dan eigenlijk voor een bepaalde instantie die jeugdzorg gaat beoordelen op zijn efficiëntie of wat ze bereiken, de resultaten? Ik weet van gemeenten die zorgen ervoor dat er ambtenaren op zitten die dat heel scherp controleren. Die dus declaraties en nota's van instellingen scherp tegen het licht houden. Checken of diensten die gedeclareerd worden, of die ook verricht zijn. Ja. En zo niet, dan is het einde oefening. Ja. En dat is de manier om die jeugdzorg ook efficiënter te maken. Op het moment dat je daar dat laat lopen of in goed vertrouwen dat dan maar doet, ja, dan gaat het ontsporen. Ja. Maar ik moet ook zeggen, ook als statenlid heb ik het nodige met jeugdzorg te maken gehad, ook beleidsmatig. Mm-hmm. Vanuit de provincie Utrecht ging er bijvoorbeeld jaarlijks op een gegeven moment 1 miljoen extra bij. De wachtlijsten bleven even lang. Ja. En problemen voor kinderen werden niet opgelost. Nee. Dus ook jeugdzorg heeft een bepaalde efficiëntieslag te maken. Ja, mag ook wel eens kritisch naar zichzelf kijken. Doen wij de goede dingen op de meest efficiënte manier? Ja, maar zou meer geld helpen? We hebben net over onderwijs gehad. Meer geld helpt. Dat zorgt dat leraren gemotiveerder zijn. Dat er misschien wel meer leraren komen. Zou je zoiets ook op de jeugdzorg kunnen toepassen? Meer geld helpt? Nou, de ervaring die ik vanuit het verleden had als statenlid, dat wijst niet in die richting. Nee, wat zou wel helpen volgens u? Ik denk dat elke gemeente gewoon heel strak op de controle van geleverde diensten moet gaan zitten. Mm. En als je dat doet, dan scheelt dat voor je eigen budget. Veel gemeenten hebben te maken met overschrijding van het budget voor jeugdzorg. Dat kun je niet altijd voor zijn, want je kunt niet aanbodgestuurd werken. Dus, het is vraagvolgend, zeg maar. Maar als je dat controleert of dat goed gebeurt, dat kost je een ambtenaar inderdaad. Ja, ik bedoel, die investering moet je doen. Ja. Maar daar ben ik ervan overtuigd dat veel gemeenten daar echt fors op kunnen besparen. Dus besparen. Maar vorig jaar is er een uitspraak geweest in een arbitragezaak. Die is aangespannen door de Nederlandse gemeentes. En in die uitspraak staat dat er juist meer geld moet naar jeugdzorg. Uiteindelijk heeft het kabinet nu die voorgenomen bezuiniging teruggedraaid. Maar zij zeggen, dan moet je juist miljarden bij. Ja. Nou ja, het zou kunnen hoor. Alleen, ik zie nog te veel dat er inefficiënt gebruik van gelden wordt gemaakt. En dan denk ik van, als je daar nou eens mee begint. Ja. Kijk, die bezuiniging, dat vonden wij als SGP een onverstandige maatregel. Ja. Dan begin je aan het verkeerde eind. Maar u zegt meer efficiënt maken. Efficiënter dat maken en als gemeente daar ook gewoon, je bent als gemeente verantwoordelijk, als gemeente daar bovenop zitten en zorgen dat, dat de markt niet te veel speelruimte krijgt. Dat je op die manier je gemeentelijke budget ook bewaakt. Ja, we gaan naar ons laatste onderwerp toe. Dat is dodenherdenking. Dat is volgende week, komende woensdag. Dan herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog weer. Krijgt zo'n herdenking volgens u een extra lading vanwege de oorlog die op dit moment in Oekraïne speelt? Ik denk dat die link terecht is. Ja. Dat, het is een bijzondere traditie dat zoveel jaar na het aflopen, na het einde van de Tweede Wereldoorlog, dat er nog steeds jaarlijks herdacht wordt. Ja, maatschappelijk gezien ook breed draagvlak voor is. Hè. En dat is buitengewoon waardevol. Het krijgt die extra dimensie doordat je opeens geconfronteerd wordt met waar we het over hadden, Oekraïnse vluchtelingen. Van waarom komen die vrouwen en kinderen, waarom verlaten ze hun land? Ja, vanwege die oorlog. Ja, nog even kort. Hè. Afgelopen dagen kwam er wat kritiek omdat er op 4 mei ook een aantal evenementen en concerten plaatsvinden. En die waren vanwege corona verplaatst. Dus al die evenementenbureaus mochten 2 jaar niks doen. Nu dachten ze van, dan doen we dat op 4 mei. Wat vindt u daarvan? Kort. Ja, eigenlijk vind ik dat ongepast. Eén dag in het jaar waarbij je in alle soberheid herdenkt. Ja, dan geen evenementen. Dan moet je geen evenementen willen organiseren. En je moet dan ook geen evenementen willen bezoeken, zeg maar. Dus ik hoop dat ze dat annuleren, zegt u. annuleren. Ik wilde eigenlijk iets heel onvriendelijks zeggen. Ja, maar we moeten gaan afronden. Rudolf Bisschop van de SGP, dank voor uw komst naar de studio. Dit was uitgelegd voor vandaag. Ik wens u een hele fijne avond en een goed weekend. Maandag zijn we er weer. Graag tot dan.